Goedenavond, dit is het TV Enschede Nieuws van vrijdag 20 mei. Met vandaag een weekendlang feest in de natuur en Glanerbrug is de drugsoverlast meer dan zat. Dat straks, maar eerst. Uiteraard FC Twente. De club heeft besloten in beroep te gaan tegen de straf van de KNVB. Volgens FC Twente gaat de club failliet bij degradatie naar de Jupiler League. De voetbalclub spant nu een kort geding aan tegen de KNVB om de licentie betaald voetbal te behouden. Het oude FC Twente heeft zich schuldig gemaakt aan wanbeleid. Daarvoor diende de club en de betrokkenen gestraft te worden. En dat is ook gebeurd. Met de operatie Schoon Schip, die het nieuwe FC Twente heeft uitgevoerd, hebben wij in alle openheid meegewerkt aan het naar boven halen van misstanden uit het verleden. Wij meenden erop te mogen vertrouwen dat de licentiecommissie die insteek zou honoreren met het onvoorwaardelijk teruggeven van onze licentie. Nu dat ondanks de gewekte verwachtingen niet is gebeurd, stappen wij naar de burgerlijke rechter. We hebben geen keus. Maandag aanstaande zal de president van de rechtbank in Utrecht een datum worden gevraagd voor de behandeling van de zaak in kort geding. Dames en heren, er staat heel veel op het spel. Namelijk niets meer of minder dan het voortbestaan van deze club. Dat zeg ik niet om het te dramatiseren of overdrijven. Dat is de bittere realiteit als dit voorgenomen besluit werkelijk zou worden genomen. De financiële huishouding is natuurlijk ingericht op eredivisievoetbal. Ook de begroting van volgend jaar is ingericht op eredivisievoetbal. Dus het betekent dat je daar ook rekening mee moet houden. Je inkomstenkant staat nu zwaar onder druk. Maar voor de acute situatie nu worden geen inkomsten gegenereerd. We kunnen geen jaarkaarten verkopen als FC Twente. We kunnen geen sponsoren aan je binden. Dat geld kun je niet innen. Dus nu heb je gewoon een cashflow-probleem. Als de tijd nog langer doorgaat, dan valt de club gewoon om, omdat ze de rekeningen niet kunnen betalen. U zult zich misschien afvragen waarom wij ons nu al verzetten tegen een besluit dat nog niet definitief is. En misschien zult u zich ook afvragen waarom wij niet kiezen voor de beroepsgang binnen het licentiereglement. Het antwoord daarop kan ik u geven. Voordat die beroepsgang tot een eindconclusie zal leiden, kan het voor FC Twente al te laat zijn. Het is een voorgenomen besluit van de licentiecommissie. Dat is wat je nu ook, misschien ijdele hoop, maar je zou zeggen, gezien alle commotie die ontstaat, niet alleen hier in Twente, de impact van dat voorgenomen besluit is gigantisch. Niet alleen voor de club, maar ook voor de regio. Zorg er nou voor dat je dat nog eens een keer heroverweegt. Dat zou bijna de oproep zijn, van trek dat ding nou terug, haal het nou van tafel, want de impact is gewoon te groot. Dat kunnen we niet dragen, maar zo'n club gaat kapot. Maandag wordt er een datum gevraagd. Onze advocaat zal moet een conceptdagvaring indienen bij de rechtbank Utrecht. Dan zal er overleg plaatsvinden over een tijdstip van behandeling van het kort geding. Wij willen dat, gelet op onze nijpende situatie, natuurlijk zo snel mogelijk. We hopen dat we volgende week nog een datum van een behandeling krijgen. Daarbij zijn we afhankelijk van zowel de agenda van de rechtbank als ook de verhinderdata van de andere partij. Want de andere partij zal ook de KNVB zal met een advocaat komen. Die zullen verhinderdata opgeven. Die moeten redelijk zijn. De president kan daardoor tastend in zijn in een tijdstip. Wij gaan natuurlijk erop aandringen dat het echt spoedeisend is waar we het over hebben. Supporters van FC Twente zijn op internet een petitie begonnen. De petitie is al meer dan 10.000 keer ondertekend. De supporters eisen, net als het bestuur van FC Twente, dat de club haar proflicentie behoudt. En de problemen bij FC Twente deed de 6-jarige Maxim uit Goor besluiten om zijn zakgeld te doneren aan de Enschedeze club. Alle centjes die hij in zijn spaarpot had, heeft hij in een envelop naar Twente gestuurd. Veel is het niet, bij elkaar nog geen 1 euro, maar vanuit Maxim is het een groot gebaar. De 21-jarige verdachte van het ombrengen van Sandra van Del uit Enschede moet 2 jaar jeugddetentie krijgen en jeugd-TBS. Volgens de officier van justitie van de Almeloze rechtbank heeft de jonge Enschedeer zich schuldig gemaakt aan doodslag en dus niet aan moord. Gedragsdeskundigen wijzen erop dat de jonge Enschedeer is achtergebleven in zijn ontwikkeling en functioneert op het niveau van een 14 tot 17-jarige. De verdachte en het slachtoffer hadden een geheime seksrelatie. Op de avond dat Sandra werd gewurgd, hadden de twee eerst seks bij haar thuis en daarna nog eens in het bos. Daar kregen de twee ruzie, waarna de verdachte haar keel hard en lang dichtkneep met zijn blote handen. De inwoners van Glanerbrug zijn de overlast van drugsdealers en drugsgebruikers in hun dorp zat. Ze vinden dat er te weinig aan gedaan wordt. Daarom nemen ze het heft zelf in handen. Onder meer door het oprichten van een Facebookpagina waarop foto's van drugsdealers worden geplaatst en waar kentekens van auto's worden gedeeld.
Gladenburg is dit op dit moment een probleem dat wij ontzettend veel last hebben van criminaliteit en drugsoverlast. En met name heel sterk mensen die buiten het dorp hier het dorp binnenkomen te scoren. En dat is op dit moment een groot probleem. Nou, ik ben afgelopen maandag heb ik een Facebook-site opgezet. Sindsdien hebben we ongeveer 1700 likes. En je krijgt allerlei verschillende verhalen van mensen en allerlei verschillende berichten van mensen wat zich allemaal afspeelt in het dorp. Het geeft de mensen wel het gevoel van, goed, hier kan ik mijn zaken wel melden. Als ik meld aan het politie wordt er waarschijnlijk niks mee gedaan. Dat is wat leeft bij de mensen, daar wordt uiteraard wel wat mee gedaan. Maar de mensen vinden het wel heel erg prettig om dingen te kunnen melden. Dat is ook een eik op de Facebook-site. Nou, de meest schokkende verhalen vind ik toch wel dat er dus ecstasy-pillen gewoon op mijn stoep liggen. Terwijl er gewoon kinderen aan het spelen zijn. Ecstasy, dat lijkt op snoep. Het heeft verschillende kleurtjes natuurlijk. De kans is dan heel groot dat de kinderen dat toch innemen met alle gevolgen van dien. Dat vind ik een zeer heftig verhaal. Ik heb zelf ook twee kinderen. En ik moet er toch niet aan denken dat mijn kinderen worden blootgesteld aan drugs. Afgelopen maandag liep ik hier op de parkeerplaats en ik was getuige van een deal. Er werd gesnoven op het dashboard van de auto. Vervolgens zag je dat de pakketten werden overgegeven naar iemand met een scooter toe. Ik heb vervolgens een melding gedaan naar de politie toe. Ik ben hier ook bij wezen wachten en de politie reed erbij en kwam niet. Dus ik merkte gewoon van, ja goed, de politie heeft ondersteuning nodig. Dat was eigenlijk een beetje mijn initiatief om deze Facebookpagina op te zetten. Of in ieder geval het Burgernet Glanenburg op te zetten. En morgen in de Twentse Courant Tubantia meer over de drugsproblematiek in Glanenburg. De gemeente Enschede mag het verlenen van thuiszorg niet overlaten aan de Stichting Familiehulp. Dat onderdeel is van buurtzorg. Na het eerdere faillissement van thuiszorgorganisatie TSN is het werk onrechtmatig en onderhands aan deze partij gegund. En dat moet worden teruggedraaid, zo eisten twee thuiszorgorganisaties en het overkoepelende BTN gisteren in een kort geding voor de Almeloze rechtbank. Vijf advocaten bekogelden elkaar stevig met juridische modder. Zo zou de gemeente Enschede de deur keihard hebben dichtgegooid voor de andere aanbieders. De uitspraak is op 2 juni. FNV Kiem is verbijsterd over de gedwongen fusie tussen het Orkest van het Oosten en het Gelders Orkest. Volgens FNV Kiem is het advies kortzichtig en ondoordacht en staat de meerwaarde van een fusie absoluut niet vast. De financiële en organisatorische problemen die beide orkesten hebben, zouden door een dergelijke maatregel niet worden opgelost, maar eerder vergroot. Ook vreest de bond dat het voortbestaan van een hoogwaardige symfonische voorziening in Oost-Nederland door een fusie van de twee orkesten in gevaar komt. Het is het grootste grassroots natuurfestival van Nederland, Fête de la Nature. Van een speurtocht naar kevers in het bos tot guerrilla gardening of koken met wilde planten. Aankomend weekend kan dit allemaal in Enschede. Een van de evenementen op het festival is de Food Walk. Het zit niet meer in onze cultuur om uit het wild planten of vruchten te halen. Dat zijn heel veel landen, hè, Oost-Europa, waar bijvoorbeeld paddenstoelen, maar ook nog gewoon vruchten worden geplukt uit de natuur. In Afrika is dat heel gewoon, maar in Nederland kennen wij dat niet. En tijdens die voetbal gaan we gewoon eens laten zien, het is een beetje een herhaling, wat eigenlijk allemaal gewoon in de natuur eetbaar is. En dat zijn toch heel veel planten. Nou, wat leuk is dat dit jaar Enschede hoofdstad is van Fête de la Nature. Dus dat betekent dat in Enschede juist heel veel activiteiten zijn georganiseerd. Ja, en dat varieert echt van een knapzakpicknick tot en met lopen op vuur. En tot en met een heleboel activiteiten hier op Hof Espelo. We gaan wat plukken en we gaan bijvoorbeeld van zevenblad en wat andere planten gaan we een salade maken. Dus die maken we hier in het koetshuis, hier op Hof Espelo. En die kunnen mensen ter plekke opeten of wat meenemen om thuis. En het is ook de bedoeling, en dat mag ook, dat men later gewoon eens wandelt in een natuurgebied of in een park. Maar daar staan ze ook, hoor. Want het zijn niet echt de zeldzame planten, maar die plukken we uiteraard niet. Het zijn de gewone algemene soorten die men ook in de tuin heeft. En de bedoeling is dat dat een vervolg krijgt, dat men ook thuis eens een salade of een soep of een thee gaat maken van de planten. En dan nog het weer. Na een bewolkte dag met af en toe wat regen klaart het vanavond iets op. Dan trekt de bewolking weg en is het droog. Vannacht wordt het zo'n 8 graden. De komende dagen worden nat. Met name zondag en maandag valt er veel regen. In het weekend is het nog wel boven de 20 graden. Vanaf maandag is het minder warm met zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het TV Enschede nieuws van vrijdag 20 mei. Na het NOS nieuws in 1 minuut kunt u kijken naar Twente Breed en naar het Red Engineers Journaal. Fijn weekend!